Trainer, gefeliciteerd met de overwinning. Wat vond u van de eerste helft? Van de eerste helft? Nou, in ieder geval dankjewel voor de felicitaties. Nou, ik vond dat LSC, zoals je zag, hier kwam om, voor resultaat. En zich niet ingraafde. Dus ik vond de eerste helft dat we goed van start gingen. Dat we bij momenten scherpers heel onder druk konden zetten. Ze het moeilijk maakten in de opbouw. Maar naarmate de tweede deel van de eerste helft vorderde, vond ik dat we ietsje terug uit werden gedrukt, ook door de kwaliteiten van Scherpenzeel. Maar we hielden wel eigenlijk best wel goed stand. Jullie kozen er ook voor om in de opbouw de backs wat hoger neer te zetten. Daardoor konden jullie wat makkelijk onder druk uitvoetballen. Af en toe werd ook de lange bal gezocht. Hielp dat? Ja, we hadden in ieder geval afspraak dat we wilden niet te veel risico nemen in de opbouw. Dus we hadden normaal gesproken, we bouwen we altijd van achterop. Dat betekent ook wel, de crossbal over meer lengte. Maar onze backs zijn normaal gesproken wel bepalend in de opbouw. En dat levert ons wat ruimte op, inderdaad. Ja. En de tweede helft, aantal opstootjes, wat vond je daarvan? Nou, dat vind ik goed, want ik vind dat je als team moet reageren. Het is een topwedstrijd. En als er wat gebeurt, dan moet je niet in je eentje staan. En ik vond dat, een goed signaal van onze groep. Dan kwamen nog de nodige extra tijd bij, frustratie van jullie kant. Heb je daar nog wat over te zeggen? goed, natuurlijk. Als jij, in mijn ogen vond ik het een zwaar gestrafte tweede gele kaart. En dan kom je de laatste 5 minuten natuurlijk nog met 10 man te staan. En dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, dan vind je elke minuut die erbij geteld wordt, die is te veel. En dan probeer je daar wat invloed op uit te oefenen. Maar dat is eigenlijk niet gelukt. Maar uiteindelijk wel over de streep getrokken. Tot slot, ben je tevreden over je jongens? Ik ben zeker tevreden over de jongens. We hebben deze wedstrijd volgens mij op een juiste manier beleefd. Van tevoren en ook omgezet in de wedstrijd. En ik weet dat ze dit kunnen. Maar het is natuurlijk wel, als je bij Scherpenzeel, waar nog niemand gewonnen heeft, of eigenlijk nog volgens mij 2 keer gelijk, had ik gezien. Ja, dan is dit natuurlijk hartstikke mooi en hebben ze het gewoon goed gedaan, zeker. Gefeliciteerd en succes verder. Ja, dankjewel. Hè.